Klopt, Kate Ibbes en het is een nieuwe dag, het is een nieuwe vlog. Ik kan je met één zekerheid zeggen dat het geen ochtend is, want ik ben dus weer thuis zoals je ziet. Ik was gisteren bij Rick, daar ben ik blijven slapen. Vanuit Rick ben ik vervolgens door hem weggebracht naar het werk. Toen heb ik gewerkt tot ongeveer 6 uur, gok ik. En daarna ben ik thuis gekomen, heb ik gegeten, nog heel veel met Buddy gespeeld en al. En nu wil ik eigenlijk nog heel mijn video editen. Het is ondertussen net 8 uur geweest. Dus het is daadwerkelijk geen ochtend meer. Ik heb wel een leuke werkdag gehad op zich. Eigenlijk. Het ging allemaal best wel vlotjes. Het had nog vlotter gekend, maar het zat er gewoon heel veel niet in vandaag. Ik ben mijn schoenen aan het uittrekken. Misschien had je dat wel in de gaten, misschien niet. En ik ga niet heel veel spannend vandaag doen. Dat kan ik je wel garanderen. Ik heb ook niet heel veel spannends gedaan verder vandaag, buiten werken om. Maar we moeten allemaal kijken of er vandaag nog iets gaat gebeuren of niet. Ik ga er vanuit van niet, maar wie weet. Je weet maar nooit. Ik ga me even vlug in hendige kleren huizen. Dan ga ik op bed zitten en gaan we gewoon lekker aan de gang. We zijn ongeveer anderhalf uur verder. Het is al donker aan het worden en ik ben nog steeds niet begonnen met editen. Ik was video's aan het terugkijken en... Ja, eigenlijk ben ik daarop blijven hangen. Dus wat eigenlijk al wel bekend was, gok ik, is dat het vandaag niet zo'n hele speciale vlog gaat zijn. Ik ga nu nog heel even vlug editen. Vlug niet, ik ga gewoon nu nog heel even editen. En ik hoop jullie morgen weer te zien. Ik ga wel nu alvast de vlog afsluiten, omdat er echt niet heel veel content meer gaat komen. En anders vergeet ik daar weer de vlog af te sluiten, zoals de laatste paar keer. Dus ik hoop dat jij genoten hebt van deze rare vlog. En ik hoop jou morgen ook weer te zien bij een nieuwe vlog. Doeg! Slaap lekker!